Oh my god, vandaag is zondag, dus zijn we... Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pepe Blee. Die noemt. Ja, het is nu momenteel 25 voor 6 en we zijn allemaal wakker. Waarom? Omdat we een rommelmarkt gaan van 1125 gram. En Koen is hem gewoon aan het rot amuseren. Dus ja, Eline en Mike en hier geslapen gaan dat eerst allemaal wegdoen. En dan, ja, ik heb mijn eind al klaargemaakt. Nathalie heeft al gedoucht. Eline en Mike zijn nu boven helder aan het klaarmaken. En Ton ligt nog allemaal ja, aan Koen. Hè. Koen had de beslissing moeten nemen van hoe laat hij gaat vertrekken. Hè. Ontbijten. Waar wil je niet te veel ontbijten, hè? We hebben grief nodig, want Leslie Merlevede is nu momenteel al op die rommelmarkt. Hij gaat alles al kopen. En koekjes, ik koop van de bakker. Maar nee, kijk, hoe kan ik nu alle koeken gekocht hebben? Allee, kijk naar de klok. Dat is toch nog iets van het baby. Ja, jij weer. Hier. Ah, hey. Hey. Ik had altijd mijn ontbijt van, kijk, dat is al 3 maanden. Wat? Ik heb een ontbijtman gekregen. Ja jongens, hé, hey, ja mannekes, hé, hey, ja. Dat is hier al van s'morgens vroeg, zagingen, ertefretten, niet normaal. Maar goed, we gaan dat hier weg doen en we zijn dan weg naar de rommelmarkt. Let's go, yo, yo. Voilà mensen, we hebben ons klaargemaakt. De Koen is er ook volledig klaar voor met zijn Yankees klakken. Die Yankees klak hebben we gevonden op de rommelmarkt voor 50 cent. En hij moest mij... Ik had dat betaald. Ik zette ze op mijn kop. En ze was te klein. En hij moet mij nog altijd 50 cent van die klakken. Moet je dat niet waar doen? Jawel, ik zweer u. Ik zweer. Dus ja, kijk. Ik en Koen zijn Yankees. Ja, we zijn ermee weg. Hey, Koen, kom. Ho, kom. Hij is gewoon naar huis. Wat is het? Hij is roepen, het is hier smoes. Dat is mijn shit. Energie. Shit. Snap. Nee, en mij als is energie. Voilà mensen, we zijn hier op de rommelmarkt. Ik heb al van alles gevonden, Blu-rays. Ik heb ook een cassette gekocht van die jongen hier, dat is Thomas de Witte. En Thomas de Witte is zeker de ultieme fan van Pepe Blue. En elke keer als hij mij ziet, loopt hij heel de rommelmarkt mee. Gewoon voor, ja, omdat hij houdt van mij. Ja, moet je een keer wat zeggen of niet? Ja, een shout-out naar Lucas en Alexandre. En van op school. Van op school, oké. Okay. De Max. Loopt hij nog een beetje mee met mij? Ja. Oké, okay, let's go. Voilà mensen, we zijn dus hier nog altijd op de rommelmarkt aan het lopen en de zust, de Thomas, 2 films gekocht. Hier Austin Powers heeft hij gekocht, ja. De tweede van Austin Powers en hij heeft dan ook nog een box gekocht van Indiana Jones. Doe ik het? Voilà, de dien voor... ja, de dien voor 4 euro voor de box. Dus dat is alles niet veel, het was 5 euro, maar ik heb nu een keer hem getoond hoe dat je moet... afbieden. Je moet dat durven afbieden. Ja. Je moet gewoon zeggen, maar je moet niet overdrijven, maar je moet afbieden. Kijk, dus het was 5 euro, maar je vraagt voor 4 euro en het was goed. Het was voor die dvd's was normaal 2 euro, maar je vraagt voor 1,5 euro en het was goed. Dus heb je in totaal 1,5 euro uitgespaard. Dus je mocht die 1,5 euro nu aan mij geven. Ha 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 ha.
Voilà, mensen. De Leslie is hier ook weer. Moet ik een goede dag zijn tegen de mensen? Oh, er komt geluid uit. Er komt geluid uit. Wat gebeurt er? Voilà, mensen. Dat is hier het einde van de rommelmarkt. Thomas heeft meer veel dvd's gekocht. Vele aan 50 cent. En ik heb dus, like dat ik dat juist zei, leren afbieden. En hij weet al hoe dat moet. Nu. Elke keer dat hij nu iets koopt, biedt hij af. Dus hij heeft veel geld bespaard en ook veel dvd's erbij. Dus Thomas, alstublieft bedankt voor mee te gaan met mij. En ja, tot de volgende rommelmarkt. Ja, yo. Salut, yo. Voilà, we hebben dus juist een video gemaakt. Een Blu-ray update en toy en weet ik veel allemaal video's samen met die twee. Maar gaat dat toch wel allemaal zien? Rutten. Ja, dat komt er ook in natuurlijk. En Elientje ligt daar ook op mijn bed klaar om te slapen. Wat dachten we dat ging zijn? Jongens, dat is wel kind. Ja, we gaan onze boel opkuisen en dan, dan mag Koen vertrekken. Hè. Gaan wij wel nog iets eten, zeker Mike? Spaghettietje. Spaghetti, ja. Goed. Goed, oké. Okay. Eline. En actie. Wacht, hè. Nog binnen. Goed, oké. Okay. Allee, we zijn ermee weg, hè. Goed. Yo. Voilà, mensen. Iedereen is vertrokken. Mike, Eline en Koen zijn naar huis. En wat gaan wij doen? Ik weet het niet. Het is twijfel. Of wat gaan we nog naar een andere rommelmarkt in Oostende? Of wat gaan we gewoon thuis op het gemak chillen? Maar, aan mijn chillen kan ik bijna niks filmen. Kan ik geen vlog maken. Aan mijn weggaan kan ik wel iets filmen. Dus, gaan we... Ik weet het niet. Wat wil hij doen? Wat mij nou stond even. Wil je naar de rommelmarkt? Oh, ja. Ja? We gaan naar de rommelmarkt. Wat is dan niet zo groot? Het is niet heel groot, dus we gaan naar de rommelmarkt. Let's go, we gaan naar de rommelmarkt. Weet je wat, we leven maar één keer. Kom. En vanavond kruipen we vroeg in ons bedden, want vanaf morgen moeten we weer gaan werken. Hè. Vanaf morgen is het weer werkdag. Dus, we zijn weg. Let's go! Yo! Again! Woehoe! Voilà, mensen. We zijn toegekomen in Oostende. Ik weet niet hoe lang het duurt tegen dat we een parkeerplaats gevonden hebben. Maar we hebben eindelijk een gevonden. En nu gaan we met die app hier van 4411. Zo'n parkeerapp gaan we nu betalen. Dat is eigenlijk super gemakkelijk. Je duwt gewoon per sms OOS 434 in. Uw nummerplaat naar 4411. En dan heb je gewoon betaald en vanaf dat je stopt, moet je gewoon één sms sturen. Gewoon een Q en dan is het gepasseerd. En dat is veel gemakkelijker dan... Allee, je hebt geen klein geld nodig of weet ik veel allemaal. Dus dat gaan ze nu doen. En dan gaan we naar de rommelmarkt. Dus ja, doe dat alsjeblieft een keer een beetje voort. Hè. Het gaat niet mee. Ja, ik ga het weer zelf moeten oplossen. Fuck! Mensen, ondertussen zijn wij weer thuis gekomen. Ik ben weer op mijn kamer. Ik heb één Blu-ray gevonden in Oostende op de rommelmarkt voor 1 euro. Dus dat was wel goed. Voor de rest heb ik niks, maar dan ook niks gevonden. Maar dat is ook een beetje normaal als je maar 's middags vertrekt naar de rommelmarkt, dat je niet veel meer op die rommelmarkt gaat vinden. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik, ik heb dus de Blu-ray update video gemaakt. Hey, de update video met Blu-ray en toys en weet ik veel allemaal. En ik ga nu al mijn Blu-rays inscannen, zodat ik alles weer kan wegsteken. Maar daar is het dus volledig vol. Dus wat ga ik doen? Ik ga die cassetten daar wegpakken. En ik ga dat naar beneden doen, dat ik daar een volledig nieuw schap dat ik kan gebruiken voor mijn Blu-rays in te steken. Sowieso, op een dag staat het allemaal vol en ja, ik hoop tegen dan dat ik
meer plaats gaan hebben. Maar ja, we gaan het wel allemaal zien, mensen, hoe dat de toekomst zal uitdraaien. Dus goed, nu ga ik alles inscannen en alles wegsteken. Let's go, yo! Mensen, ik heb alles weggestoken. Mijn Blu-rays komen nu tot hier, maar dat zijn eigenlijk dus allemaal films dat ik nog moet zien, dus die heb ik nog niet gescand. Dus dat is elke keer eentje kijken, inscan, of als ik ze niet inscan, hup, voor te verkopen of voor een giveaway of zo van die dingen. Dat is het ook voor vandaag. Vervelen gaan we toch niet meer doen. We gaan nog een beetje chillen en een filmpje kijken. Vanaf morgen is het weer gaan werken. Het verlof is gedaan. Dus ik ga hier ook de vlog al afsluiten. Allemaal bedankt om te kijken. Like zeker de video. Deel de video. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe vlog. En dat zal voor van de week zijn. Hè. Goed? Is het al goed? Maar ja, het is al goed. Allee, salut. Yo. Yo. You.